nieuwe show. Eerst nog één terugblik op bijvoorbeeld de vorige show. Wat heb je, zeg maar, ik weet niet of jullie shows reacties zijn op de vorige show. Zoals je soms met platen ook ziet. Ja, heel goed. Is er een, zeg maar, wat is hetgene wat je er hebt uitgepikt van de vorige show waar je van zegt van, nou ja, dat nemen we mee naar de volgende. Of dat doen we juist niet. Of... Ja, dat laatste, ja, met name. Het is vooral het laatste. Nee, okay. Het is wel grappig. Het is precies wat onze regisseur ook zegt. Je volgende show is altijd een reactie op het vorige. Zo had ik er zelf eigenlijk nog nooit naar gekeken. En blijkbaar, de vorige show was heel gestileerd. Heel bijna grafisch. Het was een decor van licht. Het waren, ja, het was heel super strak. Elke beweging was geanceneerd en in mise-en-scène gezet. En we hadden niet zoveel contact met het publiek. Het was bijna een soort sprake van een vierde wand, zoals dat dan heet. En nou, dat hebben we deze show helemaal overboord gegooid. Het is open, het is vrij. We hebben vrouwelijke muzikanten bij ons. Daar gaat de show ook over, mannen, vrouwen. Hoe veranderen mannen, hoe veranderen vrouwen. Het is allemaal veel losser, nonchalanter. Terwijl het wel weer een dramaturgisch verantwoord verhaal is, zeg maar. Je wordt er ongemerkt toch weer meegenomen in een verhaal. En ben benieuwd, hoe loopt het af, hoe loopt het af? En onmiskenbaar Veldse Kemper. Daar moet ik zelf af en toe, soms tapen het wel eens, even een klein cameraatje. Even los van het feit dat wij op het podium staan, dus het is al snel Veldse Kemper. Is het, als je het ziet ten opzichte van het programma, wat we mee hebben genomen, was toch ook wel weer de geoliedheid van dialoog. Ja, je mag het niet zeggen over jezelf, toch? Ja, maar je bent een reclame. Maar wij kunnen. Ja, maar we kunnen. Nee, niet meer. Hij is artiest, oh sorry. Het is gewoon het is zo gaaf om te zien dat wij na 10 jaar, als wij met elkaar gaan praten, natuurlijk ligt er een script stiekem, dan moet je niet te lang bij stilstaan. Als wij met elkaar gaan praten, dan wordt het op een bepaald moment wordt het cabaret. En dat is onwijs goed gelukt weer om dat uit vorige shows weer in deze show te zetten. Ja. Want je gaat op een gegeven moment, je eerste programma is nog jarenlang frustratie. Huppata. Tweede programma, een reactie op je eerste. Nou moet ik er overheen. En alles wat niet in het eerste kwam, je bent iets gegroeid, pam, dan maak je je tweede op. Je derde was bij ons een hit, zeg. Dat was een programma waarin we eigenlijk op de hype van Veldse Kemper, dat iedereen het over dat nummer had. Het vierde programma was dat hele gestileerde programma. Ja, op een gegeven moment ben je wel een beetje door je oude voorraadje grappen heen, zeg maar. Dan moet je toch leren programma's maken. Nou, dat is bij het derde programma ontdekten we dat al een beetje. Vierde programma helemaal. Nou, nummer 5 is het gewoon, we zijn ook gewoon echt theatermakers geworden. En dat is zo te gek om te zien. Maakt het nog uit, zeg maar, dat je zelf nu, zeg maar, officieel geen leven ernaast hebt? Ik bedoel, maak dat uit. Nee, maar waar, zo voelt het af en toe. Waar haal je zeg maar dan nu je inspiratie vandaan? Ik bedoel, met welke blik kijk je, hoe ontstaan, zeg maar, bij jullie, Robert, jij, dat ontstaat dan vanzelf. Maar schets eens, bijvoorbeeld een draad of een thema uit deze nieuwe show, waarin je zegt, nou, dat is op een bepaalde manier ontstaan. Nou, dat verhaal is eigenlijk heel duidelijk. Het is niet zo romantisch om te vertellen, want er zit geen grote artistiek. Het ging eigenlijk als volgt. Op ons vorige show deden we met z'n tweeën. Dus ik speel piano en we zongen met z'n tweeën liedjes. En ik wilde heel graag weer een programma met muzikanten. Waarom? Omdat ik dat leuk vind voor mezelf. Ik vind het leuker om met andere muziek te maken. En dan ligt het ook allemaal niet. Als ik één foutje op de piano maak, dan hoor je dat met z'n drieën toch minder snel dan met... Nee, het is leuk. Ik vind dat die liedjes die er nu waren geschreven, die hadden soms ook wat meer een beentje nodig, ja, zeg maar, om ze te laten komen. En ik vind veel publiek ook leuk. Ik vind het leuk als het publiek komt en de ene keer staat er een band, dan zijn ze met z'n tweeën. En, oh, wat hebben ze nu weer bedacht? Vrouwelijke muzikanten, grappig. Op hele mooie instrumenten ook, niet voor de hand liggende instrumenten. Dus dat wilde ik. En toen zei Remco, ja, Jezus, er staat er weer zoveel testosteron op het podium. We wilden geen mannen meer. Nee. Niks ten aanleiding van onze band. Nee, gewoon, het was even klaar. Gewoon genoeg mannen. Zeker omdat de thematiek van dit programma ook zich al wel deels aan het aftekenen was. Ik denk, ja, als we het en over deze thematiek gaan nemen en alleen maar mannen op het podium. Dus stom, kan je nagaan hoe ik denk. Ik dacht, nou, daarmee einde verhaal muzikanten. Maar toen was er iemand die riep. Toen kwam onze dramaturg, die zei, waarom neem je dan geen vrouw? Nou, te gek idee. Ja, vrouwen. Kunnen die ook muzikanten zijn? Zullen we het proberen zo kort mogelijk te vertellen? Toen had ik een of ander raar idee van, wat zou het dan cool zijn om die muzikanten in kooien naar beneden te laten komen op een gegeven moment. Misschien mijn dark side in my mind, ik weet het niet. En toen, nou ja, onze regisseur vond het belachelijk, waarom vrouwonvriendelijk. Toen gingen we brainstormen over, ja, waarom dan? Waarom zouden die vrouwen uit het dak komen? Zeker, of komen zij, ja, omdat ze ons nagefloten hebben bij de supermarkt en ze hebben ons proberen te versieren als mannen.
Want vrouwen zijn aan het veranderen. En toen we dat eenmaal hadden gezegd, van vrouwen worden steeds mannelijker, vrouwen worden steeds harder. Ze hebben zich bevrijd, maar ze worden in die bevrijding eigenlijk steeds seksgerichter en zo. Toen kwamen we opeens allerlei artikelen tegen in de Linda, in de Red, op televisie, documentaires waarbij mannen hun mannelijkheid weer proberen te ontdekken. En toen hadden we op een gegeven moment ook een thema. En zo is eigenlijk deze show en de gedachte daarvoor tot stand gekomen.